meisje. Dag, goed gedaan. Je laat wat mors op de grond. Nou, hier is je wortel. Doei. Dit is 3. Ja. 5A. 6. Dit is hindernis 4. Zo, eentje heb ik al wel eens in IJsselstein gesprongen. In Zutendaal. Maar dan bergaf. Hier moet je naar rechts. Dan heb je hier deze mega grote boog. Hier is de dubbel. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik met Banjaar crossen. Ik heb een hele week niet echt gereden met Banjaar. Ik heb ook niet op school gereden of zo. Dus ik ben best wel moe. En ik heb de afgelopen 3 weken niet echt getraind met Banjaar. Ik heb 1 galoptraining gehad en toen was ik er vanaf gevallen. Buiten. Maar wij zijn dus net aangekomen. Hier staat Banjaartje. Die staat nog even lekker te eten. We hebben ongeveer nog 20 minuutjes. En dan moeten we opgezadeld zijn. Oké, ik heb net al gesprongen. Het was echt stressen. Misschien als je me vaker ziet. Ik heb een hele andere body protector aan. Want mijn body protector lag ineens niet meer in mijn trailer. Ik heb gisteren alles klaargelegd. Maar mijn body protector ligt altijd standaard in mijn trailer. En hij was gewoon weg. En hij ligt ook niet thuis of in mijn kast bij Banjaar. Dus ik weet niet waar die is. Ja, toen hadden we dus heel veel haast. Dus ik ben al via het hele trailerterrein ben ik al gedraafd naar de indraaibak. En daarna heb ik het springparcours gedaan. Ze was niet zo kijkerig naar de hindernissen deze keer. Ze begint er denk ik ook een beetje aan te wennen. Want ze vond alle hindernissen en oxers vooral echt super spannend. En vandaag heeft ze maar 1 oxer geweigerd. Maar het is dus echt een super drukke, chaotische dag weer vandaag. Echt waar. Maar ik ben blij dat Banjaar het goed aanpakt.
hard. Gietenbaan. Is dat wat? Bayer deed het echt zo goed. We hebben net nog die vetcheck gehad. En ze was natuurlijk weer goedgekeurd. En ja, echt, ik stond in die startbox. En toen gaf ik been en toen gaf ze echt gas. En ik dacht echt, zo, Bayer heeft er zin in. Want normaal moet ik er altijd over die eerste hindernis een beetje ja, jagen. Ze weigert bijna altijd de eerste hindernis namelijk. Maar echt gewoon geen twijfels. En ze gaf echt gas. Ik dacht echt, wacht even. Dit gaat een goede cross worden. En ze heeft alles gesprongen. Ik heb geprobeerd alles in verlicht zit te zitten. Maar dat was te zwaar. Dus ik heb eigenlijk ja, naar voren gezeten. Maar niet echt in verlicht zit op sommige stukken. Op de helft, op het 1000 meter punt was ik wel even van... Zou ik stoppen of zou ik doorgaan? Maar ik ben toch doorgegaan. Want het voelde eigenlijk echt heel goed. En Banja die deed het zo goed. En toen heb ik even op mijn ademhaling weer gelet. En daarna ging het alweer. Toen naar de waterbak. Bij de waterbak stopte ze voor het eerst. Ik weet wel dat ze bij water sowieso altijd niet vooruit denkt, zeg maar. Het duurde even voordat ze erin sprong. Het was zo'n heel klein afsprongetje. En ze wil nooit vooruit in het water. Dus ik kreeg er amper in draf. Maar ja, ik heb een soort van stapdrafje gedaan op z'n banjers. En de laatste hindernis, die had ik wel verwacht. Die was best pittig, vond ik. Die was niet echt hoog, vind ik. Maar wel breed. En het was zo'n schuine plank zo. Maar daarna sprong ze hem dan alsnog uit. Een soort van stilstand, de tweede keer. Dus dat ging echt super goed. Mijn tijd was... Even kijken. Ja, ik heb tijd verloren bij het water. En bij de hindernis waar ze stopte. 5.23. 5.23.53. Dus dat is prima. Ze deed het echt super goed. Ze had er echt zin in. Ze was ook minder kijkerig dan de vorige keer. Ze begint steeds meer een beetje te begrijpen, zeg maar, wat ze moet doen. Dus dat is super goed. Banjer is 9e geworden. Ja, van de 30. Dit is haar mooie nieuwe halster. Kijk. Die heeft Romy gekocht op Zangersheide. Hij is donkerbruin met blauw. Omdat ze die andere kapot had gemaakt. Oké. Het is al anderhalf dag later of zo. Want ik had de vlog niet meer afgesloten. Omdat ik me echt niet lekker voelde. Want ik had in de auto weer nieuwe medicijnen genomen. Omdat mijn bloeddruk echt veel te laag weer was. En ik was echt weer... ja, niet lekker, zeg maar. Heel misschien ga ik in november nog 1 cross doen. Maar dat weet ik niet zeker. Omdat ik me dan ook meer op Julius ga focussen. En ik kan niet iedere week een wedstrijd met 2 paarden. Want dat hou ik zelf ook niet vol. Ik wil nog even zeggen dat dit pas de 5e cross was voor Banjaar mei of zo. Outdoor. En dat wij dit echt vroeger never nooit hadden gekund. Want... wij hebben Bayern nu bijna 5 jaar in maart. En toen wij dat kregen, weet ik veel wat we allemaal voor drama hebben gehad toen met haar. Maar ja, ik ben wel trots dat we dan zo ver zijn gekomen al. En dat we hier echt naartoe hebben getraind. En dat geeft dan wel weer motivatie met Julius. Als je deze video nou leuk vond, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer even hieronder. En laat natuurlijk even een leuke reactie achter.